Welkom bij een nieuwe vlog op het kanaal van Nikmans. Ik ben hier met Daniel. Hallo. Goedemorgen. Ja, of middag, of 's avonds, of 's nachts. Hè. Je weet niet waar je kijkers kijken. Ja. Dus, fijne dag in ieder geval, fijne avond. We gaan vandaag een boswandeling maken in Duitsland. Hoe lijkt jou dat? Dat lijkt me leuk. Ja? Maar ik heb ook kortingsbonnen. Ja, voor de Mac zeker, hè? Ja, kijk. Ik heb kortingsbonnen. Laat eens zien. Ga je mee naar... Naar Slagharen. Zullen we anders gewoon naar Slagharen gaan? Gaan we... Nee, we zijn hier toch in Duitsland, man. We moeten toch naar... Dan kunnen we het beste naar Movie World. Ja, maar je hebt hier voor 10 euro naar, naar Slagharen, hè? Ja, dat is een mooi ideaal. Ja. Maar volgens mij hoor ik ook muziek op achtergrond. Ja, maar volgens mij zit het wel bij Movie World. Movie Park. Nou, zullen we gewoon kijken anders. Ja. Zo, we zijn in Movie Park. We gaan als eerste naar Excalibur. De wildwaterbaan toe. Dus, dat ligt in Nikmans. Dus Nikmans gaat naar Nikmans toe. Dan zien we elkaar zo meteen weer. Waar is onderweg kwam ik dit leuke treintje tegen. Toen ik klein was, had ik in dit treintje heel veel rondjes in gereden. Dat kan nou niet meer, maar nu hebben ze het als decoratie in het winkeltje staan. Met SpongeBob-artikelen. Daar heb ik heel veel rondjes in gereden vroeger. Dus, jammer dat hij niet meer rijdt. Maar ja, ik heb er vroeger heel vaak in gezeten. Dat is erg leuk. Een attractie die gesloten is, maar dat je hem nog wel terug kan kijken. Ik ga nou echt naar de wildwaterbaan toe. Een rapid river. Dus ik kom zo bij jullie terug. Zo, we zijn aangekomen bij Nikmans. Nikmans gaat nou in Nikland in. Dus, Daar voelde zich zeer thuis in Nikmans. Zeker, hè? Ja, dat is ook een leuk plek. Nikmans, ja. We kunnen helaas niet in de Dora-rivier. Ontzettend jammer. Ja. Maar niet heus, want je wordt daar zeik nat in. Dus, maar ik vond het wel leuk om te zien, hoor. Ja, maar om in te zitten wat je echt schaam had. Helemaal. Je gaat ook onder de tunnel door. Ja, want je hebt en dan gaat ook het water, dus dan word je zeker nat. Ja, klopt. Ja. Want je hebt een afdaling. Ga je gelijk een tunnel in met de afdaling, maar dat water niet weg kan, dus je wordt extreem nat. Ja, je moet echt. Voor de Nissan is dat wel leuk, maar aangezien dat het nou niet 40 graden of zo meer is, maar de helft, 20 graden ongeveer, is dat een beetje te veel van de goeie. Zo, we zijn nu bij Excalibur, Secrets of the Dark Forces, aangekomen. Het is een oude attractie, maar met dit jaar een nieuwe thema. Hij is vandaag geopend van 11 uur tot 5:30. Het is een foto met veiligheidsvoorschriften, dus die ook bij de attracties zijn gelden. Dan heb je de bord met veiligheidsvoorschriften. Ongeveer 6 minuten per rit en 9 personen per boot. We kunnen nat worden, dus laten we maar even een ritje mee maken. Zo, we lopen nu in de wachtrij. Je kan nat worden, maar je kan ook niet nat worden. Ik zie net aan hoe de gewicht verdeeld is. En hoe ruig ze hem hebben ingesteld, de rivier. In de Efteling hebben ze de laatste tijd best ruig ingesteld. En daar word je gewoon een hartstikke nat in. Maar ja, gewoon even kijken. Ik heb hem voorgaande jaren wel steeds gedaan. Thank you.
groetjes van SpongeBob Gea als je kijkt. Groetjes terug van SpongeBob. Dan gaan we nu nog even het park in. En we even leuke attracties opzoeken. Sterrenburg gedaan. Qua verhaallijn is het helemaal veranderd. Qua leuke effects erbij. Maar voor de rest is het dezelfde achtbaan gebleven. Dus waterbaan excuus. We gaan hebben we SpongeBob gedaan. We waren toch al nat en toen dacht ik, waarom? We zijn al nat, kunnen we nog natter worden. Dus we gaan nu naar de simulator. En dan gaan we daar door naar de houten achtbaan, toch? Ja, dank je. De houten achtbaan. Tot zo. En de volgende attractie wordt de Lost Temple. Gewoon naar de ingang, want we hebben geen speedy pas. Hiernaast ons heb je de Star Trek Mission of Enterprise. En die wordt nu gelanceerd. Nu gelanceerd? Ja. Het is ook een triple launch coaster, net als in Slagharen, maar dan een andere bouwer. Die van Slagharen is van Gerslauer, deze is van... Kom ik later op terug, voordat ik verkeerde bouwen zie. Dan gaan we even gezellig een rondje Lost Temple maken. De ene, zie maar onmächtig is. Hij zit op. Dit is een simulator. Er hebben ze drie van in een park, maar net alle drie wat anders. Eentje is meer een film met 3D-stoelen. De andere is een simulator welke je ook op een kermis kan vinden. Maar dit is net een andere simulator. Soms 30 minuten op een bord, maar volgens mij is het geen 30 minuten. Volgens mij kunnen we zo doorlopen, als ik dat zo bekijk. Ja, het is hartstikke rustig. Normaal moet je hier hartstikke lang wachten. Behalve vandaag. Maar deze liggen ook dicht bij de ingang, dus de meeste mensen zullen deze als eerste pakken. En daarna gaan ze door naar de rest van het park. Ik ga even een ritje maken en dan kom ik bij jullie terug. Dat klopt. Deze geavanceerde lift, of kooi zoals we hem noemen, is zo snel dat het slechts 60 seconden duurt om op onze plek te komen, die 700 meter onder ons ligt. Een mooie computer. Monitor. Nog een monitor. Ah! Dat ik bang voor dino's ben. Daniel is dat wel, hè? Nee. Ja, jij wel. Ja. Ik wel. Ik hoorde je schrikken. Zo, we gaan nu naar de volgende attractie. Wat dat is, weten we nog niet. Maar jullie weten het eerder dan ons. Dus ik ga het hier achter editen. Dan. We zien jullie het gelijk over 5 seconden en wij moeten nog even samen uitvechten waar we in willen. Niet letterlijk, hè? Figuurlijk, hè? Onlekker.
Gaan we even kijken waar we nog in willen. Dan zien jullie dat zo meteen. Hey, kijk eens wie erin zit. Hallo. Hallo. Wie zit erin? Hallo. Wie zit erin? Kijk uit, leven gevaarlijk. Wie zit erin? Ik heb gegeten. Hallo. 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 Hi. We komen net uit Race to Survive, toch? Ja. Tenminste, ik kom eruit. Daniel was aan het filmen, daar gaat hij nog wel vertellen. Gaat hij zo meteen nog een keer. Als ik het vol ga praten, want dat is heel erg, want het levert het mooie beelden op, zoals hier. Toen was het een leuke attractie. Dat komt omdat je een extra beeld hebt zo. Met, hebben we door een even ook eentje. Alleen die is er wat kleiner bij gehouden. Alleen zo, en naar U-vorm zeg maar, achter iets. Alleen deze loopt zo'n extra hobbeltje waar je op in gaat. Heeft een leuk effect. En, zeker een aanrader als je in Moviepark Germany bent. Zo, daar is de achtbaan over de kop. Maar daar zijn we nou nog niet in geweest. Dus we komen net uit de frisbee van ons. Hij is hier de sidekick. We rijden op het laatste hartstikke snel. Was altijd leuk. We gaan nu door naar de volgende attractie. Dat wordt. Zijn we even naartoe lopen. De houten achtbaan. Ik weet wat ze mezelf gaan aandoen. Maar ja, waarom ook niet, hè? Kom, nou. Tot zo. Ik kom maar net uit Bandiet. Ik heb hem wel eerder gedaan, maar... Het is heel triest, waar het in zaal is. Hij is heel schattig. Ik had echt zo in mijn tokens. En ik zat ook op een plek waar heel weinig beenruimte was. Dus ik heb ook hele zere knieën nou. Dat je tegen die gronden voor je aanzet. Tegen die zittingen. Het zijn wel betere achtbanen, naar mijn mening. Ik ga nu door naar de volgende attractie dus. Tot zo. Zo, Moviepark gaat nu de laatste ritjes draaien. Ze hebben een goed systeem, vind ik. Maar op 60 mag je nog in een rij aansluiten. En dan gaat hij dicht en dan draaien ze de rij leeg. Dus als het een uur wachttijd is, mag je nog mee. En dan, als je na die tijd gaat aansluiten, dan kan dat niet meer. Dus. We gaan nog even een braadworst eten. Het was wel lekker hier. Ze hebben eentje met kaas en bacon. Rijst lekker. Dus. Dan gaan we op de terugweg naar huis. Alweer, helaas. Vanuit Moviepark wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. Laat even een reactie achter in de comments en abonneer even gratis op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!